Welkom bij de tweede tutorial om een zorgbrief te schrijven. Wat is er mooier in een tijd waar je geen fysiek contact mocht hebben om een fysieke brief per post te krijgen of te versturen? Wij versturen zorgbrieven naar woonzorgcentra en ik ga beginnen met twee tips. De eerste tip is een familietip. Als je je brief aan het schrijven bent en je hebt kinderen uit de basisschool, misschien is het leuk om ook, terwijl je het gaan schrijven bent, kleine briefjes naar elkaar te sturen. Hoi, hoe gaat het? Wat wilt je vandaag doen? Kom meer te weten op een leuke manier van waar uw kinderen aan denken. Het haalt natuurlijk een beetje de flow uit uw lange brief. Maar het is ook heel leuk om al die papiertjes mee in uw zorgbrief te schrijven. Tip nummer 2 is, schrijf je een woonzorgcentrum in de buurt, kunnen we ook hun geheugen stimuleren door eigenlijk de buurt te gaan beschrijven. Ga een keer wandelen in uw buurt en kijk rond wat je allemaal ziet. Wat zouden de oudere mensen allemaal herkennen bij u in de buurt? Dat je een connectie hebt, een herkenningspunt, en dat je dat eigenlijk in uw zorgbrief mee verwoordt. Dat waren al 2 tips. Ik ga er sneller door als de vorige keer. Attention. Aandachtspunten is na de aanspreking dat je ook begint met een leuk weetje. Dat je niet meteen een geweldig lang verhaal afsteekt, maar dat je ook even een binnenkomer uitrolt voordat je een groot verhaal begint. Als je kijkt naar de voorbeeldbrief van de vorige tutorial, dat is een tweede aandachtspunt, daar wordt opnieuw gerefereerd van, kijk, ik weet nog altijd niet hoe dat je heet, maar we weten eigenlijk niet of dezelfde mensen uw sorrybrief gaan lezen. Misschien komt die bij iemand anders in het woonzorgcentrum terecht. Dus daar moeten we ook een beetje mee opletten. Laatste rubriek, mixed media. Morgenochtend gaat kinderboekschrijver Daniel Biet een brief voorlezen aan zijn moeder. Die video gaan we ook hier in hashtag zorgbrief verdelen. Dus zeker kijken. Een ander leuk ding, wat ik begonnen ben, mijn buurvrouw is 85 jaar, die heeft WhatsApp. Dus als jij een grootmoeder hebt, of een overgrootmoeder, die nu niet meer buiten mag, of die in een woonzorgcentrum zit, ik heb mij voorgenomen, ik ga elke dag een natuurfoto sturen. En ik zet er een paar lijntjes bij van, kijk, dit zijn de platweiers. Vroeger was dit de roestsoepbeek toen wij speelden als kinderen. En ik geef ze eigenlijk een stukje natuur terug mee, wel via foto. Maar het is misschien een leuk idee bij oudere mensen die je ook kent om dit over te nemen. Wij zien elkaar volgende week dinsdag. Alvast bedankt om te schrijven. En zondag 4 uur gaan we allemaal tegelijkertijd gezellig samen een ouderwetse brief schrijven. Tot dan.